Mijn beste vrienden, Paramaribo groet u met een sweet biggie brasha. Straight from the heart. Pure natuur. U kent dat wel. Lieve vrienden. Er is zoveel om u te vertellen eigenlijk, om met u te delen. En dat doen we bij deze vandaag. En dan gaat het om onze lieve Krishna Mathura, minister van Defensie. Als ik zeg defensie, lieve mensen, dan betekent het dat je iets te verdedigen hebt. Ja, daarvoor heb je een leger. Maar wanneer het zo is dat het grootste gevaar van Suriname niet ligt in het buitenland, maar hier op onze eigen grond, wat verdedig je dan? Maar goed, we willen niet lastig zijn, we willen niet moeilijk zijn. Maar één ding hou ik u wel voor en dat is dat minister voor Defensie, Krishna Mathura, gezegd heeft dat ze geen enkele vorm van criminaliteit duldt in het leger. Fantastisch. Minister, maar luister nou. Ik begrijp het. En ik ga heel ver met u mee, totaal met u mee. Maar de excessen die plaatsvinden in het leger, die worden aangestuurd. Zo gauw we zien dat er sprake is van 900 kilo en 500 kilo sneeuw, dan is er sprake van het feit dat het wordt aangestuurd. Kijk nou naar die man die nu door internet, Interpol, sorry, gezocht wordt. Ook via het internet. Kaladin. Man. Deze man had als het ware een eigen vliegveld. Want hij had monopolie op de Tafelberg. Ik zeg u, wie geeft aan hem een officier van het leger monopolie met zijn eigen bedrijf, dat bestaat uit 2 vliegtuigen plus transportmateriaal en dergelijke, maar met personeel. Wie geeft aan zo iemand een monopolie om te landen op een airstrip binnen Surinaams grondgebied? Ja, hé, luister. Onlangs hebben jullie zeker Steven J. getraceerd, gevonden, Amam Bewalong, maar Amam Fukufutu Aka, Ungrabeng, jullie hebben hem dus opgebracht met 204 kilo. Waarom, Mathura? De hoofden van die Surinama gaan in het rond te draaien, wanneer ze die bedragen horen, die met die fondsen, de dingen die jullie gevonden hebben, gepaard gaan. En de hoeveelheden die je vindt bij mensen die grote verantwoordelijkheid dragen binnen het leger. Niet zomaar. Officieren, maar dan een luitenant. En al die tentakels, die relaties en die tentakels die deze dingen met zich meebrengen. Mevrouw Mathura, u hebt een verschrikkelijke ondankbare taak. Want anno je wasi, anno de mij opa krang, nanga watra. Dus is dweilen, zeggen ze toch, met de kraan open. Maar hier is het dweilen op de Suriname rivier. Hoe ga je de Suriname rivier dweilen? Als je een natieke ba, en ik kom horen dat hij niet eens. Het is een gevaarlijke opdracht. De enige troost is dat u en uw ministerie zijn niet de enige die in het probleem zijn, want het ministerie van Justitie is hetzelfde. Bij het ministerie van Justitie bestaat er een politiebond en een politiebende. En het is nauwelijks duidelijk wie nou van de bond is, wie tot de bond hoort en wie tot de bende hoort. En het loopt elkaar, oh beste vrienden, dat ding is griezelig. Griezelig lelijk. Maar waar wij naar zoeken, dat zijn niet die
kleine symptoompjes die oppoppen. En zeggen van, hé, Mickey Swamang, Mickey Swamang. Wanneer dat ding bijvoorbeeld vaker voorkomt bij de douane, dan moeten we niet inkijken en die moeten heel die douane verschonen. Mevrouw Matura, beste Krishna, hierano, dat ding is, als je het echt wil bestrijden, je hebt de handen geschud van Lloyd Austin, de sterkste blanke man op dit gebied, generaal van het leger van Onkel Sam. Je hebt de handen geschud met de commandant van de Vijfde Vloot. Die mensen waren hier. Ik ga nog een keer zeggen, Krishna, we hebben geen radar. Dus iedereen kan landen en weggaan zonder dat één vogeltje ernaar fluit. Wanneer je iemand hebt gepakt, dan is het gewoon per ongeluk toevallig. Maar het kwam kans. Maar alles wat binnenkomt en verscheept en verdraait en hier blijft vastzitten en zo. Nee. Het komt uit de lucht vallen. En omdat wij niet kunnen zien waar vandaan, grijpen we in het wilde weg. Wat we nodig hebben zijn goede ogen die een paar duizend kilometer kunnen zien in de omgeving. Ik laat het hierbij. Ik heb met u te doen en ik wens u sterkte, power met dit ding, want het is geen kattenpis. Beste vrienden, tot later. Paramaribo, groet u, blijf denken, blijf lachen. Noem ik nog eens wat jij in de Gwis Suriname unite, and that's the only way we are going to win the fight. Tot later.